Ons breekijzer vandaag. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Ben je het ermee eens? Denk je dat ons voortreffelijke niveau Engels ons internationaal sterker maakt? Ons ook economisch voordeel biedt? Of ben je het oneens en zeg je, is meer Engels een slechte zaak? Leidt Engelstalig onderwijs juist voor problemen voor Nederlandse studenten? Zet het de toegankelijkheid van hoger onderwijs onder druk en verdrukt het misschien ook het Nederlands? 020 468 4x0. Dan kun jij direct hier meepraten, ook met de Kamerleden. Je kan natuurlijk ook stemmen via de stories van Instagram, het BNR Nieuwsradio. Bij mij dus René Peters van het CDA en Peter Quint van de SP. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Peter Quint, wat vind jij? Ja, volgens mij hoorden we net het bewijs al dat je prima internationaal op topniveau kunt functioneren zonder dat je perfect Engels spreekt. Ik bedoel, Louis van Gaal die is volgens mij het voorbeeld bij uitstek. Die heeft over de hele wereld gewerkt. En hij praat nog steeds geen Engels, laten we eerlijk zijn. Dus je zegt ook zonder goed Engels kunnen wij ons prima redden? Ja, en vooral ook, kijk, natuurlijk moet je Engels spreken en dat leer je ook gewoon op school. Mm. De vraag is alleen, moet je een hele opleiding in het Engels volgen? En dat vind ik vaak helemaal niet nodig. Mm. René Peters, hoe sta jij erin? Ik ben het volledig met Peter Quint eens. Kijk, mijn Engels is ook niet zo goed, maar nog erger. Ik was ook zelf leraar en als ik mijn lessen in het Engels zou moeten doen, dan wordt de kwaliteit van die lessen ook gewoon fors minder dan iets zou zijn in het Nederlands. Dus natuurlijk is de beheersing van de Engelse taal noodzakelijk om gewoon goed in het buitenland te kunnen functioneren. Mm. Of niet alleen Engels, maar Frans en Duits zou ook wel eens een keer goed kunnen. Dat hebben wij altijd op topniveau gedaan in Nederland. Wat mij betreft blijven we dat doen, maar daarmee hoeven we nog niet de lessen in het Engels, waardoor de kwaliteit daarvan afneemt en misschien de toegankelijkheid van Nederlandse studenten ook omlaag gaat. Ja, ja René, ik zei dus al, ik ben het ermee eens. Ik hoorde jou al zeggen van, ja, mijn Engels is ook niet zo goed. Op welk niveau zit jij? Is dat Rutte, niveau van Gaal of niveau Timmermans? Nou, laten we zeggen ergens ertussenin. Je zit misschien net boven van Gaal en onder Timmermans, denk ik. Ja. Peter Quint? Dat is een dusdanig brede middenmoot dat ik mezelf daar ook wel in durf te scharen. Ik kan me prima redden in het Engels. Nederlanders hebben vaak de neiging om hun eigen taalbeheersing een beetje te overschatten. Ik geloof niet dat als ik op straat loop dat iemand denkt dat ik een native speaker ben, om het maar even in goed Nederlands te zeggen. Nee. Moeten we een goede beheersing van het Engels niet juist ook zien als een van de kwaliteiten van een student? Ook in het hoger onderwijs hebben we het ook over, hè? Peter? Ja, kijk, het punt is, je volgt een opleiding en een aantal vakken om kennis op te doen. Als jij Engels wil leren, dan ga je vooral Engels leren. Dan hoef je niet per se een vak over het vakgebied waar jij je in wil verdiepen in het Engels aan te leren. Kijk, wetenschap is per definitie een internationale gemeenschap. Daar moet je ook helemaal niks aan afdoen. Mm-hmm. En ik vind het helemaal prima als je in de masterfase bijvoorbeeld steeds meer Engels gaat gebruiken, ook naar Engelse literatuur verwijst. Als je wetenschappelijk gaat publiceren, zal het vaak ook in het Engels zijn. Maar die basis moet wel op orde blijven. En die basis die hoort in het Nederlands te zijn. Ja. En uiteindelijk zullen natuurlijk wel studenten op de arbeidsmarkt toch wel veel met Engelstaligen ook te maken krijgen. En dat zie je nu al, hè, met personeelstekort. Er wordt heel veel Engels gesproken. Ga naar een willekeurige winkel of een terras in een stad. En het personeel spreekt Engels. Zetten wij leerlingen niet toch op achterstand als we dat Engels aan banden gaan leggen, René Peters? Nee, dat denk ik niet. Sterker nog, ze gaan er beter onderwijs door krijgen, denk ik. Kijk, nogmaals, maar als je als docent, als Nederlandstalige docent, opgeleid gewoon in Nederland, je geeft een brak bijvoorbeeld psychologie. Mm. Waarbij het beheersen van de Engelse taal als native taal, zeg maar, echt niet zo belangrijk is. Sterker nog, als ik een psycholoog ben, dan is het wel fijn dat ik de taal spreek van degene die ik ga helpen, maar dan echt. Ja, dus Nederlands dan is het, wat heeft dat, en dus Nederlands in dit geval. Dus ja, waarom zou ik dat in het Engels moeten doen? Anders dan omdat ik bijvoorbeeld heel veel Duitse studenten wil trekken om die in het Engels psychologie te leren waarna ze weer naar Duitsland vertrekken. Dat is gewoon niet het idee. Ik snap heus wel dat er plekken zijn waarbij Engels als universitaire taal de hoofdtaal is. Dat kan ook, dat mag ook. Maar over het algemeen is dat natuurlijk niet zo. We gaan eens even kijken naar de bellers. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Je kan bellen 020 468 4x0. Dan praat je dus mee met Peter Quint van de SP en René Peters van het CDA. Ik ga als eerst even naar Jan. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Nina. Ja, ik ben eigenlijk wel veranderd van mening in de afgelopen jaren. Ik had altijd zoiets van, ja, goh, we zitten hier in Nederland en we volgen hier in Nederland les, dus doe niet zo gek met je Engels. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat in de afgelopen jaren natuurlijk wel we naar een situatie zijn waar we steeds vaker met internationale bedrijven of zakenrelaties of wat dan ook
of onderzoekers moeten samenwerken. Mm-hmm. En ja, dan is het toch wel handig als je gewoon sowieso het Engels goed beheerst, maar ook vooral het vakjargon heel goed leert oppakken in het Engels. Ja. En dan is het wel van belang dat je dus Engelstalig gedoseerd wordt op de hogescholen en de universiteiten. Kijk ik Peter even aan, Peter Quint. Ja, kijk, het zal per bedrijf verschillen natuurlijk. Maar ik denk dat de meerderheid van de werknemers in Nederland primair te maken heeft met Nederlandse collega's die Nederlands spreken. Dus ik snap wel dat het tijd kan kosten om een vakjargon bijvoorbeeld ook te beheersen in andere talen. Maar op het moment dat je dat vakjargon niet in het Nederlands aangeleerd krijgt, maar in het Engels, heb je volgens mij hetzelfde probleem. Maar dan op een veel grotere schaal. Ja. Maar het is wel zo dat 80% of 90% van onze producten die wij tegenwoordig gebruiken en consumeren, die worden in het buitenland gemaakt. Dan wil ik niet per se China direct met naam noemen, maar dat gebeurt natuurlijk vaak wel. En dan is het toch wel handig als je een taal beheerst de andere partij waar je mee samen moet werken ook gewoon beheerst. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik werk eigenlijk al jarenlang met bedrijven waar de voertaal Engels is, of waar je eigenlijk voortdurend dagelijks Engels spreekt, omdat je documentatie nodig hebt, moet overleggen. Maar Jan, is het dan nodig dat Engels echt perfect is? Of mag het ook een beetje Louis van Gaal niveau zijn? Nou, ik denk dat Louis, met alle respect voor Louis van Gaal, maar ik denk dat Engels niet echt een niveau is waar je in de buitenwereld echt heel ver mee komt. En ik denk dat er ook een beetje lacherig over wordt gedaan. En dan klopt de opmerking over de overschatting van onze eigen talenkennis ook alweer een beetje. Helder, dankjewel Jan. We gaan even naar meneer Bakker. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Colleges en lessen in het Engels. Wanneer dat door native speakers wordt gegeven, geen bezwaar. Maar als dat door Nederlandse docenten wordt gedaan, is het bagger. Dan krijg je het verkeerd aangeleerd. Precies. Een beperkte woordenschat bestaande uit toeristen, Engels gesproken in de plaatselijke tongval, doet vermoeden dat ze les hebben gehad van Mark Rutte zelf. Dat doet afbreuk aan het onderwijs. Bovendien kun je in het Nederlands veel preciezer uitleg geven. Ik heb presentaties bijgewoond van studenten die hun best deden Engels te spreken. Docenten stelden vragen in nog krommer Engels. Een aanfluiting niet doen. Ja, en aan de andere kant zou je zeggen, oefening baart kunst, meneer Bakker. Gewoon zo, jawel, hoe meer je het probeert, hoe meer je het oefent, hoe beter je het leert. Klopt. Maar geef alsjeblieft lessen in een taal waar je heel goed kunt uitdrukken. En geef maar goede Engelse les voor algemene vorming. Door een native speaker. Dank, helder, meneer Bakker. Rob uit De Bilt. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen, Nina, met Rob uit De Bilt. Ja, ik heb in mijn loopbaan heb ik heel veel samengewerkt, internationaal verband met vele collega's uit vele landen. En alleen de Engelsen die spreken perfect Engels. Amerikanen zetten weer andere accenten, dus die hebben een eigen jargon. Mm-hmm. Maar het is over het algemeen, bijvoorbeeld als je voor veel landen neemt, bijvoorbeeld in Europa, Spanjaarden, Duitsers, noem maar op, maar ook Indiërs, Chinezen, Israëliërs, waarmee ik samen heb, mensen over de hele wereld. Ja, dan is het Engels is toch allemaal best wel gebrekkig, hoor. Probeer je elkaar allemaal wel dingen duidelijk te maken, maar dat is allemaal maar heel beperkt, toch, die kennis. Maar ja, je probeert het zo goed mogelijk te doen, wat dat betreft. Helder. Dankjewel, Rob. BNR breekt. Politiek. Nina van den Deunen. Mo, ik kom zo meteen ook bij jou. En ik roep nog meer luisteraars op. Ook een keertje vrouwen. Kunnen er wat meer vrouwen bellen? 020-468-4x0. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap.